Oma Brit leest voor. Korte verhaaltjes van Dickie Dick. Geschreven en geïllustreerd door Jet Boeken tussen 1978 en 2017. Slaap lekker. Peewee, Poesmuis en Rover liggen op een stapel kussens. Ha, die Dickie Dick, lacht Rover. Kom erbij, er is plaats genoeg. Ook voor Beer? Vraagt Dickie Dick, want zonder Beer kan ik niet slapen. Natuurlijk, zegt Poesmuis, er is ook plaats voor Beer. Beer krijgt zijn eigen kussen. En dit kussen is voor jou, Dickie Dick. Lig je lekker? Vraagt Poesmuis. O, heerlijk, gaapt Dickie Dick. Jij ook? Ja, gaapt Poesmuis. En dan doen alle poezen één voor één hun ogen dicht. Slaap lekker. Wel te rusten allemaal. Oh, sst, ze slapen al. Bange poes. Ken jij die poes daar, Dickie Dick? Vraagt Tijger. Nee, nog nooit gezien. Hallo, wie ben jij? De poes zet al haar haren overeind. Ze is bang. Ik ben Dickie Dick en dit is Tijger. Maar de poes rent weg, want ze is zo bang. Hé, hey, poes. Wacht nou even, we willen alleen maar weten hoe je heet. Maar opeens draait de poes zich om en ze slaat haar nagels uit en blaast. Psh, psh. Nou zeg, wat een gevaarlijke poes om bang van te worden. Speelgoedmuis. Dickie Dick is op muizenjacht. Kijk, daar zit er eentje, naast Poesepop. De muis doet niets, want het is geen echte muis. Het is een speelgoedmuis. Dickie Dick gooit zijn muis de lucht in. Oeh, wat kan hij ver gooien? De muis rolt de hele kamer door en verdwijnt in een muizenhol. Oh, Dickie Dick kan er niet uitkomen. Muis, kom eruit, roept hij in het hol. Uren zit Dickie Dick te wachten, samen met Poesepop. Maar waarom komt die speelgoedmuis nou niet terug? Schoorsteen. Dickie Dick is op de zolder van het huis. In het dak van het huis zit een raampje. Het raampje is open. Dickie Dick wil weten wat er op het dak is en hij klimt naar buiten. Voorzichtig loopt Dickie Dick op het dak. Het dak is heel groot. En wat staat er op het eind? Dat lijkt wel een klein huisje. Maar het is geen huisje, het is een schoorsteen. Die is altijd een beetje vies door de rook van de kachel. Maar dat weet Dickie Dick niet. Dickie Dick is nieuwsgierig. Hallo, wie woont er in dat huisje? Oehoe, is er iemand? Roept hij. O, bah, wat vies, proest Dickie Dick. Zijn kop is helemaal zwart. Dickie Dick begrijpt er niets van. Jij wel?